gaat niet helemaal goed volgens mij. Wat gebeurt hier nou? Ja, lekker rij. Kermen, we zetten maar even. Vandaag zijn we op het startland. Het is de eerste KWS klusdag. Dat betekent dat vrijwilligers bezig zijn met het klaarmaken van boten en allemaal andere dingen ter voorbereiding van seizoen 2022. Laten we gaan kijken wat iedereen aan het doen is. Wat ga je doen met de lasers? Schoonmaken en in de was zitten, zodat ze er weer een seizoen tegen kunnen. Maar deze zijn niet zo vies. Nee, maar deze valt gewoon wel mee, maar sommige zitten hele dikke vette strepen op. Die heb ik er allemaal afgepoetst en ik zet het even in de was, dan blijven ze ook wat langer schoon. Dus dat is de bedoeling. Dit is nummer 4 vanochtend. Dus het gaat wel lekker? Het gaat wel lekker, ja. Klopt. Heb je zelf ook wat met lasers? Ik heb zelf ook een laser. En ik zeil zelf ook mee wedstrijden in de Laser Master klasse. En vandaar dat ik me er hier ook mee bezig hou. Dus je houdt je wel graag bij je eigen bootje? Ja, dat is leuk. Daar weet je ook het meeste van. Hoe het in elkaar zit en zo. De 303 Rabo. We zijn allemaal voor winterreparatie geweest. De stiksels vervangen. Waar nodig. En ja, dan kunnen ze weer een zomertje en hopelijk langer tegenaan. Kijk of die erop draaien. Nou, de eerste KWS klusdag. Ja, de allereerste KWS klusdag van de geschiedenis, voor zover ik kan terugvinden. We zouden hem in 2020 organiseren, maar ja, toen kwam COVID en ja, toen zijn we 2 jaar in winterslaap gegaan. En we zijn vandaag weer ontwaakt. Eigenlijk ook heel mooi, na de sneeuw van gisteren zijn we echt ontwaakt uit de winterslaap en begonnen met het klaarmaken van het botenarsenaal van de KWS. We zijn er met 3 ploegen bezig optimistisch schoon te maken van de gele snekenmeerwaterwaars te ontdoen. De rips krijgen een grote poetsbeurt. Het startschip wordt eventjes van binnen en buiten gepoetst. We gaan ook kijken of het startschip zover klaar weer kunnen maken voor de paasevenement. Dat die weer in functie kan. En zijn we een leuke groep van een man of 20-22 op dit moment hier op het eiland. Nou, met prachtig weer aan het werk. Dus. Het is alleen poetsen, maar je had ook al besnoeiwerkzaamheden in de aankondiging. Dat hadden we ook op de planning staan, maar we zijn met 20 mensen en we hebben nou, ruim 35 optimistjes, 8 rips, een wally, een startschip. Dus ik denk dat we ons vandaag wel eerst daarmee kunnen vermaken, voordat we toe zijn aan het snoeiwerk. Ja, ja. De vlag. De vlag en fabriek. De vlaggenfabriek die wordt even doorgelicht. En worden ze ook gewassen? Nee, nee. Of is dat gewoon. Dat doen we niet aan. Nee, even een selectie, even kijken van wat er is en of het compleet is en of het toonbaar is. En of het compleet is, of we nog een paar vlaggen bij moeten bestellen. Nou, dit is een mooie gelegenheid. Nou, het staatsschip de refit heeft gehad. Ach, dan kan dit ook wel een refit gebruiken. Ja. Het is wel weer mooi geworden, toch, Dina? Ja, zeker, zeker. En de moderne kleuren. Hè? Mooi grijs, is niet lelijk. En een mooie vloer. Eens kijken. Prachtig toch? Ja. Ja, dat is ook mooi ingelegd. Ik hoorde al dat de laarzen uit moesten, zeiden ze. Oh ja, joh? Ja. Ben ik dat nou helemaal vergeten? Nou, ik denk dat dit is ook veel makkelijker schoon te houden. Hè? Ja. Even een dwaal eroverheen. En kunnen we weer jaren vooruit. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Het lek is tijdelijk gerepareerd. En hoe heb je het nou? Hoe heb je het gefixt? Met de altijd handige duct tape en wat slangenklemmen eromheen met een stukje slang. Dat houdt het nu wel even. Ik doe met Sahara zand even van het schip afspoelen. Hè.
Hoeveel van die wallies hebben we, Peter? Eentje. Eentje. Volop. Maar komt, betekent dat er één bij komt of één eraf gaat? Nee. We hebben juist een wally gekocht. Wat wil je nemen? Oh. Even hier, ik denk even op het beton even afspoelen dan. Oh, oké. Dan hebben we de ratsen. Nee, we hebben een paar jaar terug bewust een wally gekocht. Omdat we een aantal jeugdtrainers hebben die geen vaarbewijs hebben. En die, met deze motor is die begrensd tot 8 km per uur. Dus dan mogen de jongens varen zonder vaarbewijs. Okay. Of tot 15 km per uur? Nou, 15 volgens mij. 15 volgens mij. Ja. En die motor hebben we nog speciaal laten begrenzen. Want een van die oude heren daar die was erachter gekomen dat hij onlangs met 8 pk toch boven de 15 kon komen. Dus sindsdien is die begrensd. Okay. Maar het is toch altijd de pk, of de grootte tot pk hard, die in principe op ja, de vierkant. Ja, maar dan, dat, als je dan toch dat uitzoekt, ja. Lijkt dat die op bepaalde omstandigheden boven de 15 kan komen. Nou, om dat te voorkomen, is die begrensd. Het is nu klaar dus? Hij is nu klaar. En of we in de toekomst er nog één bij kopen, dat moeten we even naar kijken. Dat is heel afhankelijk van onze financiën. Ja. Valt het mee of tegen? Nee, het valt wel mee. Lekker zonnetje erbij. Dus goed gereedschap, dus dan redden we het wel. Maar het schoonmaakmiddel was agressief, zei je. Het schoonmaakmiddel prikte lekker. Dus ik hoef voorlopig mijn handen niet te wassen. Dit is zo goed ontsmet. Het is fantastisch dit. Is dit de eerste rib of heb je al meer schoongemaakt? Nee, gelukkig hebben we al een wally gehad. De tweede rib, de derde ligt klaar. En de andere drie die gebruiken ze mooi op het meer. Dus dan, als ze die goed hard mee varen, dan zijn ze zo meteen aan de onderkant wel schoon. Ja, dit is ook de witte, hè? Die je ziet meestal. Dit is wel de minste van. We kunnen beter die oranje hebben. Help je vaker mee? Heel eerlijk, eerste keer. Mijn zoon zal dit jaar voor het eerst mee zeilen met de flitser. Dus we kregen de uitnodiging om te komen helpen vandaag. Nou ja, dat moet je wel even van de goede kant laten zien natuurlijk. Hè? Dus eerste keer, maar waarschijnlijk niet de laatste. En welke flits gaat hij in zeilen? Hij zal zeilen in de 1041. De Hocus Pocus. Samen met Femke Vroeger. En die wil graag als stuurvrouw dit jaar. Zocht dus nog een fokkenist en uiteindelijk is dat Bram geworden. Dus Bram die zal dit jaar het volledige wedstrijd zal hij meevaren. Nou, wat een leuke periode in de flits. Ik denk het wel. En als er van dit soort weer erbij is, dan hebben we het natuurlijk helemaal fantastisch. Beter dan de sneeuw van gisteren. Of eergisteren. Ja, en hier zit de roerkoning, dus die had ik al in de Luwte. Ja. Haal dit er maar tussenuit. Niet zo bescheiden, Tineke. Dit is voor de soep zometeen? Dit is voor de soep zometeen, ja. Verse ballen. En wat voor soep krijgen we zometeen? Dat is tomaat, groente en champignon. Dus kijk eens aan. Keuze is reuze. Wil je ook een bakje toe? Ik ga nog voor de koffie. Dan wel even roeren. Ben je maar aan het polijsten of gewoon aan het schoonmaken? Ja, polijsten. Eerst even schoonmaken. Dan polijsten. Knap je weer op. Maar is erg vies? Ja, eigenlijk moet je gelijk, als ze de winterstallingen gaan schoonmaken, dat is het beste. Maar dan heeft nooit iemand er zin in. Ik denk het niet. Deze heeft iets meer krasjes erop. Ja, precies. Nog meer? Ja, maar dit gaat er wel op, Ronald, dit spul. Wat heb je dan?
Ja, deze. Hele merk Clean & Grof. Ja. Oh, we hebben dus meer voor kijk. Cleanen. Ja, het is voor cleanen, maar kijk hier. Nee, dit is dit okay. voor en na. Ja. En zijn die randen ook vaak te vinden op het eiland? Ja, op onze. En zaterdag. Dat is vrijwillig. Ja. En zaterdag vrijwilliger bij? Bij Aagpas Zeilen ook. Oké. Okay. Ja. En de polyvalken dan? Of ja, met deze hanterboten? Eigenlijk van tevoren, bekeken van tevoren wie er zijn en wat de voorkeuren zijn. En dan wordt de indeling gemaakt. En dan hang ik van wie of wat wil. En meestal, als er heel veel zijn, dan is het sowieso en polyvalken en deze. En anders een beetje wat de voorkeur is. Maar jullie hebben ook een nieuwe boot erbij, toch? Ja, de SV-14. Ja. Ja, die is natuurlijk de mooiste. Cool. Maar daar zit denk ik alleen wat Sahara-zand op. Nou, die is binnen gestaan, dus ik denk dat die helemaal schoon is. Oké. Okay. Ja, deze is ook binnen gestaan trouwens, maar die... Maar is die SV-14, ik weet niet of die al het hele seizoen mee is gegaan, maar niet iedereen kon er al mee zeilen. En ook niet optuigen. Oh. Dus die is vorig jaar niet zoveel gebruikt nog als deze, maar het zal dit jaar wel anders zijn, vermoed ik. Dat was hem dan, de allereerste KWS klusdag. Prachtig om te zien dat vrijwilligers druk bezig waren met het klaarmaken van de boten. Peter vertelde mij dat er tevens een tweede KWS klusdag aan zit te komen, dus in het najaar, september, oktober, na de laatste wedstrijden, de botenwinter klaarmaken. Dus het zou ook mooi zijn als jullie daarbij zouden kunnen helpen. Verder werd ik geïnspireerd door het verhaal van Twan Ronald, die meehelpen bij het aangepast zeilen. Want wat is precies het aangepast zeilen? Ik weet het wel ervan, het deel ervan, maar het fijne weet ik niet. Dus daar ga ik ook een video over item overdraaien dit jaar. En dan gaan we dat ontdekken. Op de agenda staat het paasevenement eraan te komen. Daar ben ik ook bij, dus wie weet zien we elkaar. Vergeet de video niet te liken en wie weet tot de volgende keer. Hoi!